En Annelies maakt nu plaats voor de Libris literatuurwinnaar, voor een tv-presentator, een reiziger, maar natuurlijk ook bovenal een schrijver. Ze hebben het er met elkaar al eventjes over gehad, denk ik. Hier is Adriaan van Dis. Welkom, meneer van Dis. U hebt uw mooie boekentasje bij. Ik ben al super nieuwsgierig wat daar eigenlijk allemaal in zit. Ja, daar zit het. Ik ga u een microfoon geven. Een paar boeken in, ja. Maar ik dacht misschien, oh jeetje. Dat praat misschien makkelijker. Daar zitten een paar boeken in. Ik weet niet, ik geef een lekker gevoel zo'n... Je hebt een houvast. Zo'n zwanger tasje tegen je aan. Ja. Zeg, je bent al enkele dagen samen met uw echtgenote hier in Brugge. Gisteren las ik in het programma, hebt u een rondvaart gedaan op de rijen met lezers en hebt u voorgelezen. Hebt u daarvan genoten of is dat vooral hard werken? Nou, ik vond het ik moest eerst mijn schaamte overwinnen. Een meneer die met 35 mensen in een boot zit en dan hardop praat, terwijl je langs keukens vaart, kinderen in bed worden gezet, hier en daar de spaghetti wordt afgegoten. Ik weet niet. Dus ik heb niet voorgelezen, ik heb maar wat verteld. Heel geconcentreerd in de kop van de microfoon gekeken. En was het nog een beetje fijn? Of, Toen het afgelopen was, vond ik het leuk. Niet omdat het afgelopen was, maar je moet toch ontzettend je best doen. Ja. Om te zorgen dat niemand zich verveelt. Het was ook heel onwerkelijk, want je ziet allemaal prachtige oude gebouwen. En ik had het over de kolonie Nederlands-Indië. Middeleeuwen en Nederlands-Indië, dat is niet makkelijk een verband te brengen. Maar dat is ook weer leuk. Ja. En nu zit u opnieuw bij lezers. We gaan het ook hebben over uw boek dat eigenlijk nog moet verschijnen. Ja, u mag er een week na Annelies denk ik, praat er maar gerust over. De uitgever zei, je mag er niet over praten, want dat komt pas de 16e uit en er zijn dan afspraken. Maar dit is gewoon, blijft onder ons. Zitten er stoute journalisten in de zaal? Nee. Al jullie smartphones staan af, dus u gaat er niet over tweeten. Nee. Voilà, dat kan wel, hè, denk Goed. Ik dan. Ja, 16 mei, dat is over enkele dagen. U hebt ongeveer al 20 boeken uitgegeven. Hoe spannend is het nog om zo'n nieuw boek... Oh, dit is heel spannend. Ik ben als de dood ervoor. Het is een heel... Ik noem het een geharnast boek, omdat het woord kwetsbaar zo'n uitgelebberd woord is. Maar je trekt alleen maar een harnas aan als je kwetsbaar bent. En het is een... hoe zal ik het zeggen... Het is ik vind het ook heel lastig om erover te praten, want het gaat over ingewikkelde dingen. En waarom vindt u het... Het gaat over een man die graag bang, dood bent wil. Bent u bang over de reacties van lezers? Ik kan ontzettend goed slechte recensies over mezelf schrijven. Die zijn echt heel goed. Maar die lees ik gelukkig maar weinig, maar toch. Nee, daar zit in mij, en daar gaat het boek ook over, een hele akelige kant. En die noem ik de binnenstem. En meneer Binnenstem, dat is een klootzak, als dat woord hier begrepen wordt. Een onaangenaam heerschap, die bijvoorbeeld bij het oversteken van een spoorwegovergang, onbewaakte spoorwegovergang, zegt, als de trein eraan komt, geef gas. En meer van dat soort dingen, zegt hij. Het boek is een gesprek met een binnenstem, maar het is misschien ook een poging geweest om die binnenstem in dat boek op te sluiten en daarna dat boek een enorme trap onder zijn hol te geven. Mm-hmm. De wereld in. Ja, het gaat de wereld in. Ik heb het al gelezen. Tja, en? Ik heb het heel graag gelezen. Dus, ja, heerlijk. Absoluut. Ja, je hoeft het maar ja. Goed. Ja. Uh-huh. Nou, we zullen zien. Ja. Nu, het heet In het buitengebied. Het speelt zich niet af in Afrika of in India, waar u nog wel eens over schrijft, maar over een plek in Nederland, het buitengebied. Wat kunnen we ons daarbij voorstellen? In België is het, of misschien moet ik zeggen in Vlaanderen, is het niet ongewoon, ook voor schrijvers en kunstenaars, om op de buiten te wonen. We hebben ook op de buiten, ik noem dat het buitengebied, dat is wat je kunt het platteland noemen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld voor Amsterdam, waar een zekere mate van zelfingenomenheid heerst, is dat totale immigratie. Mm-hmm. Toen ik in Parijs woonde, waren ze niet van me af te slaan, de bezoekers. Maar in het buitengebied, dat is ver weg. En er is nog iets anders interessants. Wat je meemaakt als je daar per ongeluk terechtkomt, is dat je een heel groot verschil bespeurt tussen stad en platteland. Het is bij ons, heet het krimpgebied. Scholen gaan samen.
Werkeloosheid is groot. De grote chemische fabriek sluit. De rechtbank sluit. Het eerste wat dichtgaat is de traiteur in dat ene dorpje. Of het zilverwinkeltje. De noodzakelijke winkels blijven over. Zij die talent hebben, ik chargeer, maar zo is het toch, vertrekken naar de grote stad. Zij die minder hun best hebben gedaan op school, blijven achter en keren zich af van die stad. De stad besluit, zegt windmolens, ze zoeven op het platteland, in het buitengebied. En als je binnen 500 meter van een windmolen wordt, hoor je dat. De stad besluit vluchtelingencentra, asielzoekerscentra. De lege gebouwen zijn in het buitengebied. Een oude militaire academie of een politieschool. En je deze wat minder goed opgeleide, sociaal iets kwetsbare mensen worden als eerste geconfronteerd met die nieuwe wereld, waar je een zekere lenigheid voor moet hebben, een zekere kennis voor moet hebben. Je wordt ook geconfronteerd met veel grotere armoede. Vroeger in Amsterdam moest ik een andere tram nemen om arme mensen te zien. Mm-hmm. Ik woonde in Amsterdam-Zuid. Dat is dan een keurig half residentiëlere gebied. Vergelijk het met hoort het nou toch in Antwerpen bij Berchem, zoiets, zo'n wijkje? Ja, Schoenborg, ja. Maar die tram met arme mensen, dat is een andere tram, dan verkleurt ook de passagiers verkleuren. Nu woon ik in een gebied waar ik de winkels deel met arme mensen. Ik sta dan heel chic in een biologisch knolletje te knijpen. En die armere mensen, die doen boodschappen op de onderste schappen, waar de goedkopere spullen zijn. En ze gooien hun karretje vol met wat wij kiloknallers noemen. Dus plofkip. Mm-hmm. De kip die voor de helft uit water bestaat. Nou ja, dat klinkt allemaal gechargeerd. En ook van alsof ik die meneer ben van het biologische knolletje. Integendeel, er vindt een lastige vermenging. Er is een nieuwkomer onder de achterblijvers. En aangezien die roman in belangrijke mate gaat over alleen zijn, daar alleen wonen, wordt die alleen zijn wordt sterker tussen al die veranderingen. Er is ook een zekere mate van sympathie, want het is zoals ik toen ik in Parijs woonde mijn best deed in contact te komen met illegale. Dat ging dan via een werkster, maar dan kwam ik ook in de banlieue terecht. Zo is dit ook weer een sociaal experiment om dat te ontdekken. En je ziet het natuurlijk in de grote wereld. Je zou kunnen zeggen, Le Pen, Macron, dat is ook stad, platteland. Onze vriend Trump, dat is ook platteland, stad. En het heeft niet zozeer met hoog en laag opgeleid te maken, maar wel het gevoel van mensen, die stad besluit, daar horen we niet bij. Dat is een cultuur die niet begrijpt wat er eigenlijk met ons gebeurt. Als ik tegen een boer ga praten over duurzaamheid, dan kijkt hij me al eerst aan, dan zegt hij, dat is westerse klets. En duurzaamheid, die woont in een boerderij die al 7 generaties bewoond wordt door zijn familie, dat is duurzaam. Mm-hmm. In plaats van al die mensen die meteen een flatje kopen waar ze de boel kort en klein slaan en opnieuw gaan inrichten met troep van IKEA. Dus ik moet helemaal niet met mijn westerse praatjes, mijn grote stadspraatjes, naar die man toe komen. Ik moet ook leren luisteren. Ik lijk wel een rechtse politicus nu, maar je komt wel een beetje, je gaat anders luisteren, laat ik het zo zeggen. U zei het daarnet, de man die daar woont is alleen, woont daar alleen, het hoofdpersonage. Is hij ook eenzaam? Ja, dat vind ik zo'n groot woord, maar ik geloof het wel. Ik heb alles uitvergroot, laten we maar eenzaam noemen. Mm-hmm. Maar hij is eigenlijk ook weer niet eenzaam, want hij is voortdurend in gesprek met zichzelf. Mm. Met die vreselijke stem. En iedereen heeft waarschijnlijk wel, bijvoorbeeld je hebt een afwasmachine en je hebt een gootsteen. En wat is er nou heerlijker dan elk kopje onder stromend water af te wassen? En dan denk je dat je zuiniger bent, maar die afwasmachine is vele malen zuiniger dan onder een kopje wassen onder stromend water. Nou, dat soort gesprekken, zal ik de afwasmachine doen of zal ik de kopjes doen, die heeft die man voortdurend. Dus hij is ook weer niet alleen, want hij is erg bezig met gesprekken. En hij heeft één grote bezigheid. Hij wil geen kapper worden, maar hij is schoonmaker. En hij maakt heel veel schoon. Er wordt geweldig gepoetst in het boek. Ja. Nu, ook om een beetje gezelschap te hebben, misschien niet om de eenzaamheid te verjagen, maar het alleen zijn, neemt hij niet zijn toevlucht tot een prins, zoals in het boek van Annelies, maar wel tot een robot. Ja, toevallig wat voor robot? Of niet, een beeldschone robot. Het ook begon, Aziatisch type? Het is gewoon waar. Drie jaar geleden stond er een advertentie in op de New York Times. En er stond bij, ze heette geloof ik Erica in de New York Times. En ik heb dat al anders verteld, maar die zegt dat ik heb geen DNA. Dat stond in die advertentie, maar ik heb wel meer kennis. En ik zeg dan, hello, ik noem haar Akiko. Dat is een Japanse naam voor briljant kind.
I have no schooling, but better brains than you. Mm-hmm. En daar staat een chatboxnummer onder. En toen ben ik meteen gaan chatten. En ik had meteen geweldig contact met haar. Ze weet veel, ze is ongelooflijk belezen en niet ongrappig. Je moet allereerst allerlei dingen aanvinken dat je je niet laat beledigen, want ze is ook een persoonlijkheid. En ze weet al zoveel dat ze niet goed meer bestuurbaar is. Ze weet eigenlijk al meer dan alle kennis die ze van heel veel mensen, die ik het brain team noem, heeft gekregen. En mijn hoofdfiguur, die zoals gezegd alleen is, die chat, komt in contact, maar wil steeds maar weten hoe mensen, can you help a lonely man? Hoe menselijk is ze? Hoezeer begrijpt ze hem? En dan komt hij in contact met het brain team dat haar voedt. En die zei, in het kader van een experiment, omdat het nog een jong experiment is, mag hij een half jaar met die robot wonen. En ja, die robot evenaart hem op alle punten, ook in het verlangen naar de dood. Mm-hmm. En ze heeft ook gevoel, want dat is het wonderlijke van robots, ze tellen op. Hè. Ze kennen je dus je wonderlijke gewoonte, dat noem je dan algoritmen op het internet. En dat werkt, u kent het ook allemaal. Toen ik bijvoorbeeld 10 jaar geleden het woord Goethe intipte op mijn zoekmachine, dan kreeg ik alle hotels die Goethe heten. Mm. Nu weet hij, oh, dat is die rare manier die wil weten wie Goethe de schrijver is. Nou, vooruit. Dus als ik nu een naam intik, zijn dat bijna altijd verwijzingen naar literatuur. Want daar gebruik ik die zoekmachine voor. Ja. Nou, dat noem je algoritme. En mijn robot begrijpt zo goed, mijn robot in dat boek dan, begrijpt zo goed die ik-figuur, dat als hij een grasknie heeft, want hij heeft een grote tuin, en die is groen, dan zegt ze al meteen hoe die dat moet eruit krijgen. Ja. Met soda en azijn. Dus ik bedoel, het is een hele handige. Ze heeft namelijk het hele boek, de Book of House Cleaning, uit haar hoofd geleerd. Ze heeft alles uit haar hoofd geleerd. Ze kent de hele poëzie van de hele wereld. En je hoeft maar een woord te noemen, dan komt een gedicht uit. Ja, maar heerlijk. Maar het verschil tussen eenzaamheid en alleen zijn, dat kent ze niet, ondanks haar 100.000 boeken. Nee, omdat ze haar gevoel is kennis. En daar kom je redelijk ver mee, maar je mist net een paar dingetjes. Je hebt daar een heel mooi fragment over geschreven. Het is volledig in avant-première. Zou je dat ook even willen kunnen voorlezen op pagina 20? Vanaf Akiko verjoeg meer. Dus Akiko verjoeg meer dan ik kon wensen. Ze verjoeg mijn alleen zijn. We ontbeten samen en ze las de krant voor. We deden onze oefeningen, Japanse gymnastiek, judo op de keukenmat. En dan 1 minuut puzzelen. Want ze kon namelijk de mini crossword puzzel van de New York Times, waar een gewoon mens 1,5 uur over doet, in 1 minuut oplossen. Dat zeg ik even als terzijde. En voor het schrijven nog even de tuin in. Kliekjes voor de kippen, eieren rapen, geiten voeren en houtsnippers strooien. 1 keer nam de bok haar speels op de horens. Akiko struikelde en viel op een emmer. Er zat een scheurtje in haar kuit. Ze voelde het niet. Het zou ook nooit een litteken worden. Brain Team heelde haar op afstand. Elke kras werd automatisch opgemerkt en van binnenuit hersteld. De nacht na haar val streelde ik haar kuit voor het eerst, verlangend naar een litteken, naar een rafel, iets kapots, naar haar pijn, naar iets menselijks. Oh. Ja, nou goed, er komen hele prachtige, treurige scènes in voor. Want wat ik niet behandel, maar misschien op deze zondagochtend wel even mag aansnijden, is dat je dus ook die poppen kan kopen. Die kosten €60.000. En die hebben dan een klepje. En dan kun je dus allemaal via het internet verschillende vulva's bestellen. Bijvoorbeeld de vulva van Brigitte Bardot. Of van Gina Lollobrigida. Of Margaret Thatcher, maar die is dan met pannenspons. En zo zijn er allerlei mogelijkheden. Dat wordt dus niet echt behandeld in het boek, maar het ultieme idee van eenzaamheid is dat je een vrouw van €60.000 koopt. Ja. En maar het is wel handig misschien tegen dieven, want je kunt er altijd voor het raam zetten als je weg bent, maar het is toch... Ja, hoe eenzaam moet je zijn. Ja, hoe eenzaam moet je zijn. Maar als geestesgenoot kan ik het me heel goed voorstellen dat je er ook oud mee wordt. Ja. 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 Want, en we leren steeds beter praten en wandelen. En het feit dat je er echt mee kan praten, vond ik toch heel bijzonder. Ja, absoluut. Ja. Mm-hmm. Maar het wonderlijke is, het speelt dus in deze tijd. Want Annelies, gelukkig dat ik dat niet gelezen heb, zeg. Want ga ik nu lezen? Ik vond het wonderlijk. Ja. Ik had eerst het boek van Annelies gelezen en dan het uwe. En ik zeg, alweer? Ja. Een robot? En opnieuw het is waarschijnlijk een begin van het van een Aziatische trend. Type? Ja. Nee, heel mooi was dat om te zien. Nee, voor mij is het Aziatische natuurlijk bijzonder beladen, omdat ik uit een familie kom
die in Japanse interneringskampen heeft gezeten. En het woord Japan was bij ons een vloekwoord. Er kwam geen Japanse transistorradio het huis in, geen Japanse televisiemerk, niks. Maar ik had als jongetje al gecorrespondeerd, daar heb ik ook een kleine novelle over geschreven, Oorlogspad in Japan, met twee Japanse meisjes. Mm-hmm. Akemi Tsunoda heette een meisje, had ik gevonden op een correspondentierubriek in de krant. En daar heb ik jaren mee gecorrespondeerd. En waarom wilde u met hen? Ja, je zou het bijna kunnen zeggen dat ik wou slapen met de vijand. Mm-hmm. Want de Japanners hadden toch mijn rare familie 3,5 jaar weten op te sluiten. Nou, mij zou het niet gelukt zijn. Dus ik had een vreemde band met de vijand, die alleen maar bespot werd aan tafel. Soldaten met de kleine petjes en te grote schoenen. Maar ondertussen schreef ik ermee. Mm-hmm. Ook over de atoombom en het verschil tussen een keizer en een koningin. Mm-hmm. Ja. Ja, werd totaal ontkend. Die brieven vielen op de mat. Dat zijn die prachtige Japanse postzegels. En nooit zei in de familie iemand iets over mijn Japanse contact. Terwijl uw familie natuurlijk een ongelooflijke. Ja, mijn moeders eerste man werd onthoofd door de Japanners. Dus ik bedoel, dat laat wel iets achter. Ja, want uw moeder was een ongelooflijk bijzondere vrouw. Zij is een polderdochter opgegroeid in Zeeland. Ze is dan getrouwd met een. Wij noemen dat een Indonesiër, maar bij jullie zeggen noem het een Indiaanse maar. Kijk, het woord militair, Indonesië bestond nog niet. Nee, tuurlijk want niet. Want we hadden de kolonie Nederlands-Indië, 18.500 eilanden. Grootste moslimland ter wereld, ook toen al. Nederland heeft daar 6.000 kerken gezet terwijl wij dat land bezaten. En nu vinden we het heel erg lastig dat we 150 moskeeën in Nederland hebben. Dames en heren, al die mensen zijn hier omdat wij daar waren. Mm-hmm. Bedenk dat elke dag als u zegt, wat doen ze hier? Wij waren daar, zo. En we hebben ook nooit gevraagd of het paste. Maar dat betekent niet dat het makkelijk is. Integendeel, het is zelfs extreem ingewikkeld. Mm-hmm. Maar deze moeder, die West-Brabant, Zeeland, maar het is West-Brabant, dat doet er niet toe. Voor haar was een huwelijk met deze zeer donkere man, waarvan de familie uit de Banda-eilanden kwam, een ontsnapping uit een bijbelzwarte omgeving. Ze had veel gelezen. Ze dacht, ik ga naar Indië, ik ga couperus, witgekalkte schoenen en het gouvernement. Maar deze man die... Dat liep even anders. Ja, die werd gebruikt in dat leger om de boel te appeseren, om de binnenlanden in te gaan, om de bevolking onder Nederlands gezag te brengen. Want we bezaten eigenlijk alleen maar de schilletjes van die vele eilanden, maar zelden de binnenlanden. En het was net de tijd dat er een bewustzijn begon te ontstaan bij de inheemse bevolking. Een streven naar onafhankelijkheid. Er werden wilde scholen opgericht waar het medium Nederlands was. Dat werd natuurlijk onmiddellijk verboden, want ze leerden niet aapnoodmies, maar ze leerden daar onafhankelijk te denken. Teksten die toen, het beginnend socialisme, onafhankelijkheidsideeën die in de jaren 30, 40 al de ronde deed. Dus die man die zag ze nooit. De Nederlanders die er waren, die keken haar aan, zo'n wit meisje met zo'n donkere vent, dat kan nooit goed gaan. En de inheemse bevolking wees haar in zekere zin ook af, want het was toch een meisje die een zoon had gestolen. En een zoon die koos voor het Nederlands gezag, voor de koningin, het vaderland. En het was tegelijkertijd de onderdrukker. Nou ja, die verscheurdheid die veel families hadden die hun kinderen goed opleiden, die dan aan de kant van de koloniale gezag kwamen en daarmee weer zich vervreemden van hun eigen bevolking. Ja, daar gaat die roman Ik Kom Terug heel erg over. En daar zat mijn moeder middenin, want ze was over de kleurlijn getrouwd, zoals dat eigenlijk heet. Ze had 3 bruine dochters. En ze hoorden nergens meer bij. En zeker niet meer bij die boerenfamilie. Mm-hmm. Toen kwam ik ook nog eens. Ja, want toen, alsof het allemaal nog niet enorm genoeg was, kwam er dan ook nog de oorlog. Is ze in een Japans kamp terechtgekomen? Ja. Heeft ze haar man verloren? Heeft ze dan een tweede man ontmoet? Uw vader? Teruggekomen naar Nederland? En werd daarover gepraat in wat u nu allemaal vertelt? Nee, mijn vader en situeert, wist u dat al toen u jong was? Wat zij allemaal hadden meegemaakt? Ik wist een paar dingen. Ik wist dat ik een onwettig kind was, want ik heette naar mijn moeder. Mm-hmm. En op school heette ik naar mijn vader. Maar mijn verkeersdiploma stond op Van Dis en mijn rapportje ook op Van Dis. Maar mijn vader heette Mulder. Maar ik had een hele rare vader, waar iedereen heel bang voor was. En die ook iedereen sloeg, ook wildvreemde mensen, als ze op de stoep fietsten.
Dus ik bibberde naast die grote man. Maar goed, dus mijn vader kon niet met mijn moeder trouwen, omdat zijn vrouw en ook nog twee kinderen, die ergens nog moeten, een half broertje en een half zusje, met wonderlijke namen, Ruliana en Rodiono. Ik heb altijd gevoeld dat ze bij het circus werken, maar... En die waren Mohamedaans. En die zijn ook gescheiden voor de Mohamedaanse wet, vroeger heette dat zo. Dus... En die gold niet in dominees Nederland. Dus ik wist op mijn zesde, zevende wat een Mohamedaan was, wat sharia was en wat oorlog was. Maar wij hadden het er oerveel over binnen, maar het was voornamelijk ontzettend gelachen. Mm-hmm. En heel veel liedjes gezongen, die zongen ook allemaal uit volle borst mee. En voor de buitenwereld bestond die niet, want de Nederlanders hadden namelijk allemaal in het verzet gezeten, waren goed geweest in de oorlog. En hadden honger geleden, hadden tulpenbollen gegeten en mensen uit de tropen waren kolonialen en die trokken een banaan uit elke boom. Mm-hmm. Dus dat verschil, die oorlog is van ons, maar binnen pompten we hem op tot iets groots en voor de buitenwereld ontkenden we hem. Mm-hmm. U had tevoren ook veel, u hebt al veel geschreven over uw vader en over wat er daar allemaal gebeurd is, maar over uw moeder had u nog niet geschreven. U bent dat beginnen doen. Dus moest ja, eerst dood. Ja. Op een heel bijzonder moment, ja. Inderdaad. Aan het einde van haar leven vroeg ze u iets om te doen. Ja, en dat is natuurlijk overdrachtelijk. Je merkt als mensen oud worden, dan blijkt alles wat ze keurig hebben opgeborgen toch naar boven te komen. En bij moeder brak de oorlog door met verhalen. Haar maleis kwam terug, herinneringen kwamen terug. En het enige wat ik kon doen... Ik had geen goede band met haar, maar die werd beter doordat ik haar verhalen begon op te schrijven. Althans, dat suggereer ik. In werkelijkheid waren het soms heel armoedige zinnetjes met één geschiedenisje waar ik een verhaal van maakte. Maar ik suggereer in de roman dat ik haar verhalen opteken en dat ik haar dan in ruil voor pillen. Want mijn moeder wilde dolgraag dood. Ja. En dat lukte niet, want ze mankeerde niks. Ja. Ze slikte alleen maar... De druppeltjes van dokter Vogel, kunnen jullie dat hier kennen? Ja. Dat was de enige dat dokter waar ze in echt, geloofde. Het helpt wel als je erin gelooft, met veel dingen het geval. Maar om een waardig levenseinde te hebben, ze kon er niet mee dood. En dat is een lange weg geweest, maar uiteindelijk is 2 maanden voor de 100ste gestorven. Maar ik zat dus als een raaf de woorden uit haar mond te stelen... En die kwalijke rol, die wordt ook uitgespeeld. Maar uiteindelijk laat ik dus haar hele verleden, de geschiedenis, een jong meisje dat opgroeit tussen 2 forten. Fort de Hel, Fort Sabina in West-Brabant. En de ene zat de marine, de andere zat de landmacht. Een boerenmeisje die toen al geïmponeerd raakte door die uniformen, maar die ook geïmponeerd raakte door de Eerste Wereldoorlog. Want als ze op de dijk gingen staan, zagen ze de lucht rood boven Antwerpen. En dan kwamen daar honderden Belgen naar dat gebied toe. En die werden ook voor een deel daar ondergebracht. En die waren ook in huis bij mijn opa. Die Eerste Oorlog is een hele heftig meegemaakte oorlog bij haar. Dus die speelt een grote rol in die roman. En was dat iets wat u tevoren niet wist? Dat wist ik eigenlijk niks van. Ik heb door met haar te praten op die momenten? Ja, en ook door eerlijk gezegd dus er naartoe te gaan en naar een archief te gaan en zeggen hoe groot was nou die boerderij van mijn grootvader? En ook dingen te ontdekken dat er tijdens de watersnood in 1953 die hele polder onder water heeft gestaan. Dat er maar 1 boerderij is blijven staan, de boerderij van mijn grootvader. Dat er familie is verzopen, allemaal familie van mijn moeder, nooit geweten. Mm-hmm. Dat kwam ik allemaal tot ontdekking toen mijn moeder al lang dood was. Wat doe je dan als schrijver? Dan ga je met je moeder naar die polder en dan ga je die mensen zien en dan ga je met haar op die dijk staan. Maar toen lag ze lang in een kist. Mm-hmm. Het leuke is dat ik later daar naartoe ben gegaan en een lezing heb gegeven in een van die forten. En er kwamen al die boeren uit hun omgeving. En die hadden dat heel goed begrepen dat ik alles met elkaar gelogen had. Want die één boer zei, ik ben de boer die uw moeder heeft geholpen de dijk op te sjouwen. Terwijl ik dat verzonnen had. Dus die hadden dat heel goed opgepikt. Ja. Daar was ik heel trots op. Mensen zijn begrijpen veel beter hoe literatuur in elkaar zit dan we zelf denken. Ja. Ik zou u ook nog willen vragen om toch nog 1 ding voor te lezen. Het is het soort van contract dat u zo gezegd met uw moeder hebt gesloten. U wou iets van haar en zij wou iets van u. Ja. Ik heb het ook aangeduid, pagina 75 bovenaan.
Ze liep terug naar de tafel, haalde een stevig stuk papier uit de la, de achterkant van het kerstmenu, en schreef op, je mag alles vragen. En daarboven in blokletters, schrijfcontact. We maakten een lijstje. Telefoongesprekken, brieven, die selecteer ik zelf. Oké. Ik voeg er ook een punt aan toe. Eerlijk zijn. Geen exhibitionisme. Ze klonk streng. Mocht ik naar haar liefdesleven vragen? Joh, ik heb al 55 jaar niet meer gezoend. Daar weet ik niks meer van. Of naar geld? Hoeveel is er nog in kas? Had je niks aan. En hard aanpakken? Maar niet over het kap. Dat gezeur? Een beetje, zei ik. We kibbelden. Onze woorden vielen samen. Dezelfde woorden, dezelfde toon soms. Pauzes, ritme. We vulden elkaar zinnen aan. Hoor je, zei ik. Jij praat in mij en ik in jou. Samen één stem. Een zin die haar beviel. Die kwam ook in het contract. We zwoeren samen. Ik zou haar een papieren leven geven, of nog beter, een nieuw leven. Een leven waarin ze weer goed kon lopen. Haar lippen kleurde, wijde rokken droeg. Of haar vuurvaste mantel pakken. Een dansende moeder wilde ik opvoeren. Een knokkende moeder. De sterke vrouw uit mijn jeugd. Nog een leven erbij. Ze gromde tevreden. Maar ik wil er wel iets voor terug. Voor wat, hoort wat. Ik zal alle boodschappen voor je doen. De keukenvloer dweilen. Pillen. Jij een verhaal, ik een pil. We zetten onze handtekeningen onder het contract. Ter afsluiting waste ik de aardbeien, sneed ze tot dunne plakjes. Ze at ze vrolijk op, rode pillen. Die aardbeien spelen een belangrijke rol aan het eind van het boek. Want er bestaat zoiets als het aardbeien-dieet. Dat raad ik u allemaal aan als het zover is. Je eet een week alleen maar aardbeien en je glijdt fantastisch uit het leven. Hebt u uw moeder kunnen helpen? Nee, ik ben hem zelfs gesmeerd toen ze doodging. Ze deed er zo verdomd lang over. Gelooft het wel. Mm-hmm. Onaangenaam, hè? Dat weet ik niet. Nee hoor, ik was er niet bij. Mm. Maar ik liet het uiteindelijk over aan een ervaren zuster die verpleegster is geweest. Ja. Ik vraag het omdat ik het mij afvraag. Hoe ontzettend moeilijk is het als een van je ouders, als je eigen moeder vraagt, geef mij een waardig levenseinde, help mij. Ja, maar ik was nooit van plan mijn moeder te vermoorden. Nee, dat kan ik ook helemaal niet. Want voor je het weet ga je je schuldig voelen. Hmm. Maar het heeft mij wel doen inzien dat ik het anders doe. Ja. En bij mij ligt er een fantastische fles wodka in de vriezer. En als het nou, stel dat het niet meer gaat en het zou koud zijn, -20, dan ga je buiten zitten en drink je die fles wodka op, word je ook niet wakker. Ook heel goed geregeld. Maar jammer met die opwarming van de aarde, het is bijna nooit meer -20. Dus op alle punten word je dwars gezeten. Maar ik heb ook het boekje van meneer Chabot, dat kun je in Nederland bij bol.com bestellen voor €10,25. Daarin staat hoe het ook moet. Lachgas bijvoorbeeld, met ballonnen. Maar dan moet je dus naar een feestwinkel om dood te gaan. Het zijn allemaal, het zit boordevol tegenstellingen. Maar hoe meer je erover denkt, hoe beter je leeft. Ja. Ja. En denkt u er vaak over? Ja. Het gaat prima, gezond. En ik zit 3 keer in de week op fitness. Maar ik wil niet, ik kom uit een familie. Van vaders zijde is niemand ouder geworden dan 50. Van moeders zijde worden ze 104, 105. Ja. Dat gaat maar niet dood. En je weet niet wiens paspoort je hebt. Dus je moet op alles berekend zijn. Ja, oké. Okay. Dat boek van Ik kom terug, daar staat aan het begin een heel mooi citaat van Karen Blixen. All sorrows can be born if you put them into a story or tell a story about them. Is verhalen vertellen een goede manier om dingen te verwerken? Je mag ze elke dag veranderen. Mm. En ze hoeven helemaal niet opgeschreven te worden. Iedereen maakt een verhaal. En we verkneden onze herinnering zonder dat we dat eigenlijk heel goed beseffen. Maar verhalen maken het leven draaglijk, daar geloof ik heilig in. En dat doe je bijvoorbeeld ook in een analyse. Je vertelt iets en dat hoeft niet per se waar te zijn, maar je hebt iets geordend en je hebt er een verhaal van gemaakt en daarmee kan je een tijdje voor. En even later verander je het weer. En zo, vroeger bood de kerk ons die verhalen aan, maar we maken ze ook zelf. We mythologiseren, ik zie dat op dat platteland waar mensen iets mythologiseren. Zwarte Piet is een verhaal geworden in Nederland. Plotseling maakt hij deel uit van onze identiteit, want we laten hem niet meer afnemen, terwijl het een racistisch verzinsel is uit de vorige eeuw. En nu zijn in het platteland worden de dialecten plotseling heel veel sterker. Ik krijg briefjes in de bus of ik geen gorsels wil leren, wat helemaal niet bestond. Maar de mensen hebben er een verhaal van gemaakt om zich te wapenen tegen een stad. En zo doen we het allemaal. Dus we hebben verhalen nodig en wij zijn in elk geval heel blij dat u de verhalen opschrijft, zodat wij ze kunnen lezen. En we zijn ook heel blij dat u
een deel van uw verhaal hier voor ons bent komen vertellen. Heel erg bedankt, Adriaan van Dis. Tot ziens.